Schorpioen, welkom bij jullie reading. En deze reading gaat over wat je niet ziet aankomen. Dus wat zie je niet aankomen, Schorpioen? We gaan kijken. En dit is voor iedereen die Schorpioen in zijn zon, maan of ascendant heeft. Of een andere plaatsing. En ook crosswatchers, jullie zijn welkom, Schorpioen. Onder op het dek hebben we de pentakels 10. Dus het kan te maken hebben met je familie, je stabiliteit. Ja, rijkdom. En dan rijkdom op elk gebied. Met de pentakels 10. Dus er kan iets plaatsvinden wat te maken heeft met familie, universum. Wat mag er naar voren komen voor sterrenbeeld Schorpioen? Wat ziet Schorpioen op dit moment niet aankomen? Wat zie je niet aankomen? 3 kaarten alsjeblieft voor sterrenbeeld Schorpioen. Wat ziet Schorpioen niet aankomen op dit moment? Dank u wel. Nog 2 kaarten. Ja, dank u wel. We hebben de pentakel 6. Wauw. Komt iets naar je toe, Schorpioen? De koningin van pentakels, stier, maagd, steenbok. Dus het kan komen van een stier, maagd of steenbok. En we hebben vissenenergie, kreeftenergie met de hoge priesteres. En onder op het dek hebben we de kluizenaar. Dit is iemand die teruggetrokken is. Iemand is in zichzelf aan het nadenken, aan het reflecteren met de kluizenaar. En we gaan de kaarten verklaren. Onder op het volgende dek hebben we de staven 9. Schorpioen. Dit is echt de energie van een gewonde strijder. Iemand die niet opgeeft. Ondanks alle problemen, alle situaties die zich voordoen, obstakels die er op je pad komen, blijf je volhouden. Blijf je misschien ergens aan vasthouden. Dit is wel iemand die zijn muur omhoog heeft. Iemand die het gevoel heeft alert te moeten zijn. Of iemand die misschien wel uitgeput is. Dus het kan je eigen energie zijn. Je kunt het gevoel hebben dat je iets of iemand niet kunt vertrouwen. Met die staven 9. Maar we gaan het zien. Het kan te maken hebben met een relatie die je hebt. Want ik zie nu onder op het dek de koning van pentakels. Stier, maagd, steenbok. En de kelken 10. Maar daaronder ligt ook de duivel. Dus er is een bepaalde blokkade. Of het gevoel dat een connectie niet een hele gezonde connectie is. Dit kan ook je relatie zijn die je hebt met geld. Met al die pentakelenergie wat we hier hebben liggen. Een moeilijke periode die je doormaakt. Op geldgebied. Met de staven 9. We gaan het zien. Waarom ligt hier de kluizenaar? Kelken 8. Waarom ligt hier de kluizenaar? Kelken 8 is je emotioneel terugtrekken. En met die kaarten, de hoge priesteres en de kluizenaar, heb ik het gevoel dat je je in jezelf zult keren. Of in ieder geval aan het nadenken bent om iets achter te laten met de kluizenaar. Dus datgene wat je niet ziet aankomen, is dat je misschien plotseling het gevoel hebt dat er verandering nodig is. En dat je vanuit je intuïtie het gevoel hebt dat er iets niet klopt in een situatie. Waarom ligt hier de kluizenaar? Waarom ligt hier de kluizenaar? De magier, tweelingenergie. En we hebben de koning van zwaarden, tweelingweegschaal, waterman. Dus je kunt met een luchtteken, met een aardeteken te maken hebben. Dit is een kaart van manifesteren. Dus je wensen, je hoop, datgene waar je van droomt. Datgene waarvan jij het gevoel hebt, dit hoort op mijn pad. Want die kluizenaar trekt zich terug om over dingen na te denken. Trekt zijn energie terug. Dus dat kan ook iets zijn wat je niet ziet aankomen. Iemand die zijn energie van jou terug gaat trekken of jij van de ander. En dit heeft ermee te maken dat je het niet vertrouwt, heb ik het gevoel. Je vertrouwt iets niet of iets klopt niet. Universum. Er is misschien een open en eerlijk gesprek nodig. Waarom ligt hier de pentakel 6? Geven en nemen. Maar ook die balans tussen het geven en nemen. Waarom ligt hier die pentakel 6? Waarom ligt hier de pentakel 6? Als het gaat om datgene wat Schorpioen niet ziet aankomen. De schildknaap van kelken. Dus ook iemand die bepaalde wensen heeft, dromen heeft.
En ja, zijn hart daarin gaat volgen, nieuwe ervaring. Het kan ook te maken hebben met een excuses die je gaat krijgen van iemand. Of een openhartig gesprek, een open en eerlijk gesprek. Waar ligt hier de pentakel 6? En de pentakel 6 kan ook betekenen dat er iets naar je toe komt wat ja, tastbaar is, fysiek. Dus het kan te maken hebben met geld of iemand geeft je iets, een cadeau. Waarom ligt hier de pentakels 6? Ook kan er extern een beslissing genomen worden waar op dit moment nog onduidelijkheid over is. Waarom ligt hier de pentakels 6? We hebben een koningin van pentakels weer. Ja, die ligt hier in het midden ook. De koningin van pentakels hier maakt steenbok. Waarom ligt die koningin van pentakels hier? Iemand die praktische stappen zet, praktische keuzes maakt, volwassen keuzes maakt. En er is ook een koningin die ja, eigenlijk een soort van ideale partner. Iemand die zorg draagt dat alles in balans is, dat er financiële zekerheid is, succes op werkgebied. Heel loyaal naar vrienden, naar familie. Waarom ligt hier die koningin van pentakels? Voor datgene wat Schorpioen niet ziet aankomen. Oeh, de kelken 10. Koningin van pentakels. En de kelken 10. Dit is een gelukkige relatie. Een huwelijk. Liefdevolle mensen om je heen. Het ultieme geluk. De aas van staven. De gematigheid. En de kelken 7. Ook weer een kaart van overdenken. Opties. Ja, voor sommigen van jullie komt er plotseling een idee. Dit idee, je voelt echt een soort van passie voor dit idee. Je hebt echt het gevoel, dit is iets wat mij heel blij gaat maken. Iets wat je vanuit je hart doet. En iets wat ook leidt tot meer stabiliteit, zekerheid, groei. En het is echt iets wat je graag doet. Het heeft misschien ook een helende werking. Want met die gematigheidkaart, ja, dit is een kaart van helende energie, balans. Maar ook zeker van geduldig zijn. En het kan een idee zijn wat heel aanlokkelijk is, Schorpioen. Maar het kan ook zo zijn dat er nog andere mogelijkheden zijn, andere opties. En de boodschap van het universum is, maak geen overhaaste beslissing. Doe het kalm aan. Want ik heb het gevoel dat als je inderdaad dat idee wat je hebt gaat volgen, dat er ook iets achtergelaten moet worden. Iets waar je ja, emotioneel een soort van band mee hebt. Waarom ligt hier de hoge priesteres? Maar dit is iets wat in je hoofd, in je gevoel naar voren gaat komen. Waarom ligt hier de hoge priesteres? De hoge priesteres. De zwaarden 2. Ja, vooral in je hoofd zetten. Over een nieuw plan. Wat je hebt of informatie die er naar je toe gaat komen. De zwaarden 2 is niet weten welke keuze te maken. Voor sommigen van jullie komt er een boodschap.
Ja, en ik heb het gevoel dat dit voor sommigen van jullie iets is waar je op hebt gewacht, waar je op hebt gehoopt. Of iets wat helder wordt. Iets wat je op dit moment nog niet ziet. Waarom ligt hier die kelken 8? De keizer. Dus dit is iemand die de leiding neemt. En dan, ja, van de kelken 8 wandel je naar die kelken 9, je geluk. Een situatie van tevredenheid. En we hebben de staven 6. Dus het conflict achterlaten, overwinning. Maar je bent nog aan het wachten. Je bent aan het wachten op een soort van resultaat van een situatie waarin je hebt gegeven. En dat kan zijn geven in de vorm van aandacht, emotie, geld. Iets waar je in geïnvesteerd hebt. En dan zie ik inderdaad dat je niet erg lang meer hoeft te wachten. Want er wordt een besluit genomen en dit brengt meer balans. Dit zorgt ervoor dat je een bepaalde mindset, en dit kan de mindset zijn van het niet weten of geen keuze kunnen maken. Dit kun je achterlaten. Ik zie dus dat je naar ja, kalmer vaarwater gaat voor sommigen van jullie. En het kan ook iets zijn dat je je omgeving achter gaat laten. Waarin er conflicten zijn. Voor sommigen van jullie heeft het te maken met een derde partij. Ik zie namelijk heel veel persoonskaarten. En ik zie je dus inderdaad overdenken van ga ik in die situatie geven of niet? Wat is die aas van staven die we hier hebben liggen? Wat is die aas van staven? De zegenwagen en de duivelenergie. Kreeft en steenbokenergie. En we hebben een schildknaap van staven.
Ja, ik ben echt even aan het overdenken. Waarom ligt die duivel hier? De zegenwagen. Ja, dit is echt daadkracht, moedig zijn, passie, gedrevenheid. Maar dan hebben we die duivel. Waarom ligt hier de duivel? Waarom ligt hier de duivel, universum? De kelken 6, de zwaarden 5, de zwaarden 8 en de wereldkaart. Ja, de schorpioen. Je zult verlost worden of jezelf bevrijden van een situatie of een relatie, een connectie. Iets wat ja, iemand met wie je misschien opgegroeid bent vanuit je kinderjaren. Soulmate-energie zie ik hier. Het kan ook een familielid zijn. Ja, een liefdesrelatie, een ex-partner. Maar om een keuze te maken die goed voelt voor jezelf, zul je iets moeten achterlaten. Wat kan voelen als een soort van verlies. En daarin zit je een beetje vast. En wat je niet ziet, op dit moment nog niet, wat je aan het overdenken bent, je vertrouwt op je intuïtie. En je bent misschien ook bang dat je intuïtie of je gevoel je niet de juiste keuze laat maken. Want er is hier balans nodig ook tussen het hoofd en het hart. Die koning van zwaarden, dat is iemand die heel sterk overtuigingen kan hebben en wat ja, koppig kan zijn, moeilijk te overtuigen is van anders, van andere manieren of van een andere keuze. Dit is echt iemand die ja, ook heel feitelijk is. Dus voor alles moet een soort van bewijs zijn. Het kan zo zijn dat iemand zich heeft teruggetrokken. Binnen de connectie, ja. Ik zie ook wat, ja, iemand die wat manipulatief is. En op de een of andere manier controle houdt over de situatie of jullie connectie. En ik zie je daarvan losbreken. Heel duidelijk ja, een keuze maken voor jezelf. En ik zie je dus de leiding nemen, de stappen zetten en heel zelfverzekerd een keuze maken. Met de wereldkaart wordt er een bepaald hoofdstuk afgesloten. En het betekent ook dat er een nieuw hoofdstuk, een nieuwe wereld voor je open gaat. Maar dit is echt een succesvolle voltooiing, afsluiting van iets. En het kan ook een bepaald patroon zijn wat je gaat doorbreken. Waarom ligt hier de schildknaap van Pentakels?
De schildknaap van Pentakels. Waar ligt je schildknaap van Pentakels? De maan, een kaart van geheimen, angsten en ook die hoge priesteres hier kan te maken hebben met dingen. Ja, een mysterie of iemand die heel mysterieus is. Ook weer die vissenenergie met de maan. Het kan te maken hebben met ja, diepe emoties. Weggestopte emoties. Waarom ligt hier de schildknaap van Pentakels? De schildknaap van Pentakels. Staven 7. Datgene beschermen wat je zelf gecreëerd hebt. Dus er kan zich ook een situatie voordoen, schorpioen, of een, ja, een relatie, een connectie die je hebt, die eigenlijk datgene, je stabiliteit in gevaar brengt op de een of andere manier. Iets wat je uit balans brengt. En vooral ook emotioneel. Er kan weer iets opgerakeld worden uit het verleden. Voor sommigen van jullie. En het kan iemand zijn die in het verleden een keuze heeft gemaakt om weg te lopen van een connectie. Iemand die zich teruggetrokken heeft. Dit heeft gezorgd voor verwarring. En het kan iemand zijn die heeft het gevoel, ja, er is unfinished business op de een of andere manier. En iemand wil, ja, gaat daar de actie in ondernemen. En wil ja, komt misschien met een soort excuses, maar ik zie jullie daar echt vertrouwen op je intuïtie. Het gevoel hebben, er klopt iets niet. Of ja, je hebt al de ervaring met die persoon. Dus je gaat datgene verdedigen wat je zelf gecreëerd hebt voor jezelf, die stabiliteit. Of je gaat inderdaad, ja, je biedt weerstand tegen deze persoon. Of ten aanzien van een bepaalde situatie. Maar je gaat wel staan voor datgene waar je in gelooft en daar praktische keuzes in maken. Dus datgene wat je niet ziet, is dat het maken van een hele moeilijke keuze, een emotionele keuze, je zal binnenbrengen wat je echt probeert te manifesteren, schorpioen. En je echt een soort van overwinning zal gaan brengen. Die eerste stap zetten. De verantwoordelijkheid ergens overnemen en je losmaken. Dus niet blijven hangen in onzekerheid en angst.
Maar ja, de stap zetten, dat zie ik voor jullie. Ik zie dat er een hele nieuwe wereld voor je opengaat. En dat kan ook te maken hebben met iemand waar je al heel veel geduld mee hebt gehad. Dus dat is wat ik voor jullie zie. En ik heb ook de kaarten van de helende engelen voor jullie geschud. En daar komt de kaart zelfacceptatie naar voren, nummer 33. Dus ook 33 en 6 kan belangrijk zijn. En ik neem de boodschap erbij. Het wordt tijd dat je jezelf een paar liefdevolle woorden toefluistert, schorpioen. Je bent te kritisch voor jezelf en elk detail wordt geanalyseerd en op een weegschaaltje gelegd. Wanneer je niet van jezelf houdt, kun je ook niet van anderen houden. Het helpt beslist om alles nog eens goed te inventariseren en af te wegen wat er veranderd moet worden en wat niet. Maar nog belangrijker is het om jezelf in de spiegel toe te lachen en dan te fluisteren: dat heb jij goed gedaan vandaag. Als je iedere dag een keer vaker lacht, is dat een mooi begin. En met die Pentakel 6 en die koningin van Pentakels, ja, heb ik het gevoel dat je goede keuzes voor jezelf gaat maken. En beter voor jezelf gaat zorgen. En dat je die inzichten gaat krijgen door inderdaad ja, ook angst onder ogen te zien. Maar vertrouwen op je intuïtie, op je gevoel. Ja, dit is jullie boodschap. Als het resoneert, hoor ik het heel graag. En ik wens jullie heel veel liefde, heel veel licht en succes met alles waar jullie mee bezig zijn, Schorpioen. En tot de volgende keer. Dag!